Welkom bij deze leuke uitzending. Björn, kun jij ons misschien vertellen wat voor verrassing jij voor vandaag hebt? Zeker. Ik kwam te oren dat natuurlijk deze lieve studenten van SUMA aanwezig waren bij Crafted. Ik werd eigenlijk al eerder geattendeerd online van, goh, er staan studenten van de afdeling horeca. Die zijn bezig om onder andere hun winnende cocktail zeg maar te presenteren. Ik heb het recht gehad om deze lieve mensen te mogen beoordelen een tijdje terug. En ze maakten enorm indruk met hun love potion. Dus ik had eigenlijk nog de receptuur van hun eigen portfolio bij ons in de kast staan. En bij ons is zeg maar Intelligentia Taste Rooms, de ijssalon waar ik eigenaar van ben. En toen werd mij online geattendeerd van, goh, kun je misschien ijs maken van hun mooie smaak? En toen dacht ik, ja, waarom niet? dus ik had mijn stoute schoenen aangetrokken. En eigenlijk wat gistermiddag begon als een grap, hebben we eigenlijk vandaag meteen direct tot een ijsje om kunnen zetten. Wat ontzettend echt super. Dames, hoe vinden jullie dat? Ja, echt vet. Echt super vet. Ja. Gewoon ook echt super onverwacht, maar super vet. Ja. Dat is allemaal heel snel gegaan. Ja, we hebben net ineens met onze docent van Björn komt jullie kant op. Die heeft ijs gemaakt van jullie liqueur. Okay. Ik denk 20 minuutjes geleden kregen we het hoor en nu is het weer. En we zien hier ook allemaal hele mooie spulletjes op de bar staan. Björn, ja, ik zou zeggen, laat maar zien. Ja, jullie smaak is natuurlijk Love Potion. Heel mooi concept waarbij letterlijk de liefde te proeven is uit de mooie rozen die we hebben gebruikt, de vanille, de kersen. Toen dacht ik, oké, ja, dat kunnen we zeker ijs van maken. Ik ben altijd op zoek naar andere mogelijkheden om ijs te kunnen presenteren. Helemaal om zo'n concept en jullie smaak te vertalen naar een ander product, in dit geval naar ijs. En binnen ijs vind ik het heel erg belangrijk om te kijken van, oké, wat zijn nu de trends, waar zijn de behoeften aan, kunnen we mee met het seizoen van de producten, etc. Alles is een spijker op zijn kop, zeg maar, met betrekking tot de zomer waar we in zitten. En ik word hier qua kleur en smaak ook hier enorm vrolijk van. ik zat zelf al een beetje met mijn eigen thema te denken. We zitten nu in een festival season. Festivals gaan weer lopen, dus je wil van je mojito, van je cocktail genieten. En wat is een mooi product om vanuit ijs als smaakdrager, toen dacht ik een granité. Dus een schaafijs, een veredelde sluspuppy, zoals ik me altijd zelf noem. Maar 100% met jullie geuren, kleuren en smaken. Oh, en dit gewoon alleen zonder alcohol, want anders zou het niet bevriezen. Dus als basis hebben we een granité gemaakt van rozen met vanille. Daarin de kersen. De kersen hebben we wat ruw gelaten, zodat je wel een lichte smaak van kersen krijgt, maar ook net even dat structuurtje van kersen. Ik kan me herinneren uit mijn hoofd dat jullie hem mee hebben laten trekken en daarna heb ik gefilterd. Ja. Wij hebben hem er ruw in zitten, zodat je weer een heel andere stijl van eten krijgt. Toen dacht ik, oké, cocktail 2.0, dus vanuit jullie versie verder gedacht. Dacht ik, nou laten we dus jullie smaken vertalen in een granité. Dus dat kun je mooi als ijs gebruiken om het glas te koelen. En dan krijg je dus hele mooie stukjes schaafijs erin met de kleur en de smaak eigenlijk vanuit jullie cocktail als basis. En hierin smaak je eigenlijk dus al zoet genoeg. En daar dacht ik van, zal ik hem even hier zetten? Je kan hem dus aftoppen met spaarrood, zodat je echt een non-alcoholische cocktail van kan maken. Dan wil je het nog extra toevoegen met jullie liqueur, want daar gaat het natuurlijk om, dus de smaken zitten er al in. Kun je nog een klein beetje alcohol aan toevoegen voor het extra lekkere effect. Ik denk dat het superieur is, ook omdat je mooi die scheiding gaat krijgen tussen de kleuren, de structuren van, in dit geval laten we de Mont Blanc noemen van de Love Potions. met wat extra rozenblaadjes erbij als decoratie. Eventueel nog af te toppen met jullie eigen liqueur. En dit zou je dus nu natuurlijk naar eigen sterkte kunnen voegen. En wat ik erg lekker vind, anno nu, is mooi met een blaadje munt erbij. Super vet. Ja. Dus twee keer Love Potion van jullie en vanuit Intelligentia. Oh, wat mooi. Super ja, vet. Echt vet. Wauw, dames, echt super mooi, hè? Ja. Ja. We kunnen gewoon niks zeggen. Nee, ik ben helemaal stil ervan. Waar kunnen de mensen dit proeven? Nou, wat wij hebben gedaan is eigenlijk vanuit de vraag vanuit SUMA College van, goh, kun je van hun mooie product, vanuit de student, kun je daar een ijsproduct van maken? Dat hebben we gedaan. Ik heb nu een hele grote bak met schaafijs bij me. In dit geval dus de granité van 100% de Love Potion. En dat schenk ik aan de dames, zodat zij op een creatieve manier kunnen kijken, goh, gaan we met een diner meegeven, gaan we dat uitdelen? Dat is helemaal aan jullie en dat kan op deze manier, maar als jullie zeggen van, we gaan dat helemaal op onze eigen manier in de cocktail vertalen, door bijvoorbeeld klassiek ijs te vervangen door het schaafijs, dat is helemaal aan jullie. Nee, ik vind het echt heel vet. Ik ben ook helemaal onder de indruk. Ja.
Ja, heel erg bedankt. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ontzettend leuk initiatief. Ja, jullie bedankt voor de uitdaging. Ja, ja, geen probleem. Graag. Ik vind het ook wel echt een leuke verrassing. We werden een kwartier geleden geappt. Bjorn komt dadelijk naar jullie toe. Oké. Helemaal, echt super vet. Echt super vet.